welkom bij een nieuwe Stef's Comedy Collectie. Ik ben Stef, dit is mijn comedy collectie en achter de camera, zoals altijd, zit mijn producer Sabine. Dag Sabine. Dag Stef. Concept nog altijd hetzelfde, ik wijs met mijn vinger over mijn collectie. Sabine roept stop, waar de vinger stopt, dat haal ik eruit, daarover vertel ik. Klaar Sabine? Ja hoor. Oké, hier gaan we. Stop. Oké, we komen bij de Vlaamse comedians. En wie hebben we hier? Voilà, kijk eens aan. We hebben een dvd van Bert Kruismans. Ook wel bekend als de slimste mens ter wereld. En ik denk zelfs de allerslimste mens ter wereld. Toen ze alle slimste mensen samengestoken hebben in de jubileumeditie van de slimste mens, heeft Bert dit ook nog eens gewonnen. Wereldberoemd in Vlaanderen. Bert is al heel lang bezig. Eigenlijk al van bij de eerste lichting van stand-up comedians in Vlaanderen. En dan spreken we over 1998. Trad hij al samen op met mensen als een Raf Koppens en Nigel Williams in het Café Den Buster in Antwerpen. Ik ben toen ook ongeveer in die periode begonnen met comedy. En op die manier heb ik Bert leren kennen. Heeft dan ook, ik heb toen in de tijd onder andere samen de Lunatic Comedy Club opgericht. En daar heeft Bert ook een aantal keren gespeeld. En ja, Bert ken ik sindsdien. Dus dat is al meer dan 20 jaar. Met mijn comedybureau, boekingskantoor, 123 Comedy Club, werken we nog altijd samen. Bert speelt geregeld voor mij. Hij is niet alleen in Vlaanderen wereldberoemd. Dat was een beetje naar aanleiding van zijn bekendheid op tv hier. Maar hij is ook een van de weinige Vlamingen die succesvol is in Wallonië. Dus hij is in Wallonië een even bekende Waal, bij wijze van spreken, of een bekende Belg, als dat hij hier in Vlaanderen is. Zijn stijl is iets volkser, iets voor een breder publiek, maar er zitten heel veel slimme insteken in. En natuurlijk, voor de mensen die hem van uiterlijk kunnen hem niet vergeten, want hij heeft een weelderige snor en ja, altijd een hele toffe mens al jaren om mee samen te werken. Het is lang geleden dat ik deze show gezien heb, maar zeker eens de moeite om fragmenten hiervan ongetwijfeld op YouTube eens te bekijken of zijn dvd, als je die online nog vindt, te kopen. Wat vinden jullie van Bert Kruismans? Zijn jullie fan? Minder fan? Van welke programma's kennen jullie Bert Kruismans? Hebben jullie hem al live gezien? Alle reacties over Bert Kruismans gerust in de comments. Ik ben benieuwd naar jullie reacties. Wilt je abonneren? Zeker doen. Er komen zeker nog een pak van deze filmpjes. Er staan er ook al een aantal op, dus kijk gerust ook naar de rest. En er is hier ook ergens een belletje dat je kunt aanklikken. Dus daar kunt je zeker ook je voordeel mee doen. Voilà, dit was het wat deze collectie betreft. Van mij en van Bert Kruismans. Salut en tot de volgende keer.